Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen. Ajax-volger Mike Wij, en Pim CD. Ja, jongens. Um, Maart Rossum de podcast. Hm. Weer een dag, de podcast. Boekestein en de Wijk. De Kamer ik luister van. Top. Ik altijd op de radio. Staat dus Boekstein allemaal boven ons. We staan negende. Ja? No. Nee, ik probeer, yes. <laughs> probeer. Nee, dat is niet <laughs> Pakt goed. Pak het niet goed uit. Dat is Pakt niet, goed. niet goed uit. Ik had gewoon kibbeling geregeld of <laughs> in plaats van. Negende, ja. Maar nee, maar dat niet ja. Goed. Nee, ik heb van hij geleerd. Je moet dus de ranglijst laten zien. Hè, dat je vijfde staat. En oh, boven je staat. En ja, dan krijg je een het het idee 14. dat jullie nu zeggen. Dan gaan we er extra voor, jongens. Ja, dat gaan we zeker. Nou ja. ja, er mag best wel wat meer supports komen, natuurlijk. He? Meer? Meer support voor wie? Nou, vanuit het bedrijf voor, uh, voor onze podcast. Ja, van Cavallaro krijgen we het wel, maar daar blijft het bij, ja. Hè? Dus uh, ja. Nee, er moeten wat mensen erop gezet worden. Maar dit worden. was de uitzending Ik hoorde van dat ze bij andere, andere bedrijven. Doen. bedrijven hè, bij NWS noem ze echt heel veel aan uh, het uh, het verbreiden van of nee het uh, uh, verspreiden verspreiden van uh, podcasts en uh, filmpjes en de hele hand. Ja, hoorde je van hoorde je van mij? Nee. Oh, ook van anderen. Van mensen bij de NWS zelf. Oké. Okay. Okay, dus dat daar heel veel uh, aandacht aan besteedt. Ja, ja, het idee was door dus die andere uh, podcast te noemen, dat ik dan een beetje het vuur aanwakker. Want het is ja, ook ja, bij is Heitingaar... in de wijk zijn, man. Dat is ook bij, bij het gebeurd. Ik moest wel zeggen, dan hoor je die reacties na afloop. Bert ook aan Steven Berghuis gevraagd. Van, ja, komt dat dan aan, hè, bij jou als speler? Maar ja, Scheuder zegt dat toch ook. Die probeert toch ook het uh, ja, vuur op te poken. Ja. Nou, ik vond dat John uh, Heitega heel uh, uitgesproken was. Want hij begon over, uh, over wat er gebeurd was, eigenlijk. En dat het niet des Ajax was en uh, er moest wel wat in de groep gebeuren. Ja, He, dat dat zijn allerlei, dat zijn natuurlijk aanklachten tegen de vorige trainer. En dan denk ik van ja, en aanvankelijk had Ajax van of Ajax was van zins om hem naast Schreuder te zetten, terwijl hij al voor zichzelf had besloten van, nou ja, dat heb ik tenminste niet niet voor zichzelf besloten, maar hij had zelf natuurlijk al dingen gezien waarvoor, waarvoor, waardoor. Nou, ik ben lekker in vorm. Ja, dan gaan zakken we verder weg. Ja, nummer opnieuw, 9, ja. dan gaan we naar nummer 14. <laughs> Video was zo goed. Veertien niet zo Ja. Sheep. Maar uh, nee, dat hij het niet zag zitten, wat, uh, wat hij aan zijn, uh, hij, hij vond voorbij hem werkelijk kritisch naar Schreuder toe. Ja. Dan moet je alleen nog roepen dat de spelers niet fit zijn. Dat is echt het slechtste wat een nieuwe trainer altijd kan doen over de spelers van zijn voorganger. Ja. Maar ik vond inderdaad dat als je ziet hoe Rens en Wijndal erbij lopen, vond ik ze inderdaad niet fit. Dus daar valt ook nog van de slag te maken ja weet je je moet als trainer ook een beetje geluk hebben want voor hetzelfde geld zat hij, hij in gaat bij rust gewoon 3 en achter in plaats van 2 en voor en dan wint hij die wedstrijd waarschijnlijk niet meer hm. nu viel alles goed en ja het was een fris geluid hij kwam de, goed en duidelijk over en je zag echt bij Vlagen wel weer af en toe een paar Ajax combinaties dat je dacht van nou ze kunnen het nog wel heb ik echt zeven wedstrijden niet gezien in ja. de competitie dus ja, te hopen voor Ajax dat er inderdaad wat, wat verbetering aan zitten Is het allemaal niet. Ik zat ook naar de krant te kijken. Lees het stuk als eerste wat ik lees. Al vanaf kind deed ik dat. Hè, een telesportkatern zo uh, pakken. Ja. Maar het is wel, ja, Heitinga ideaal, lacht terug bij Ajax. Eerste indruk Heitinga stop ja dat is allemaal wel ik bedoel hij is, ook, is, allemaal... maar... Hij is ook maar even een tussenpauze uh, hij, hij, hij is top dat is een quote van de eerste aanvoerder en de tweede aanvoerder dat zijn namelijk Tadic en Timber. Ja. ik bedoel je moet niet alles in onze mond leggen en Fanta heeft een column geschreven ja. en ja wat ik zeg het zag er beter uit dan, dan voorgaande week hm. Hm. ja vond ik ook maar, maar ik vond hij, denken, hij ja. het was verfrissend en hij deed een aantal hele logische dingen ja. uh, uh, wijnen al erin zetten ja, logische kan bijna niet en Tadis van die flanken afhalen, want dat kan zelfs in Nederland niet meer. Nou ja, hij had voor mij ook uh, Tadis eruit kunnen knikkeren. Uh, maar als spits deed hij het nu goed. al ja, Het is maar Excelsior. Hij had weer een assist en een goal. Maar ja, uiteindelijk gaat hij natuurlijk ook uh, geslachtofferd worden. Tadic. Nee, ja, op korte termijn. Ja, nou ja, op korte termijn. Je kan gewoon natuurlijk tegen Union Berlin heb je niks meer aan Tadis. Dus, uh, dus nee. dan zal, zullen er anderen moeten staan. Ja. Ja, dat zegt zeg Fata, maar dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Het, het is wel, wel wat je zegt. Kijk, Tadic scoort wel. En geeft weer een assist. Maar het allermooiste van Tadic vond ik... en ik weet het, het gaat natuurlijk om de prestaties op het veld... maar donderdag na het ontslag van Schreuder... ze hebben dezelfde zaak waarnemer Hij had heel makkelijk zijn auto in kunnen stappen. Maar daar stond wel een echte aanvoerder. Er was een collega van het AD... die niet zo heel veel bij Ajax komt. En die zei van, wow, wat is dat? Die kende Tadic ook niet zo, uh, niet zo heel erg goed. Die mm -hmm. ja, die vond dat wel... Indrukwekkend. Ik denk dat Tadić En daar gaan altijd heel veel mensen heel hard om lachen. Omdat het altijd heel cliché-achtig klinkt. Zo van, hij is heel belangrijk in de kleedkamer. Maar reken maar dat Tadić echt heel belangrijk is in de groep. En als je die verliest... Dan heb je als beginnende trainer ook een probleem. Dus ik, ik snap wel dat hij hem opstelt. En ik vind het heel verstandig dat hij hem van de flanken afhaalt. En daar Bergwijn neerzetten, Want dat zag je de tweede helft uit, ook weer wat beter uit. Dan hij, mm -hmm. dan hij de afgelopen weken heeft gespeeld. Maar Tadić. Helemaal slachtoffer, ik denk dat, dat dat echt een valkuil voor zichzelf graven. En, en maar je, moet, je moet niet, uh, hoe heet het? Er zijn natuurlijk twee uh, slachtofferen bedoel ik niet dat je hem zeg maar, uit die groep moet halen. Maar hij moet zelf wel inzien dat er sommige wedstrijden zijn waarin hij niet de meerwaarde levert die hij heeft uh, geleverd. En dat hij minder levert dan degene die achter hem zit. Dus uh, uh, je hoeft, uh, hij hoeft niet de club uit, uh, dat helemaal niet. En, en vanuit die rol kan hij ook gewoon nog belangrijk zijn in de kleedkamer. Maar uh, dat verhaal dat Tadic uh, ook heeft overwogen om te vertrekken en dat Aas Roma uh, in het vizier was, wat, wat is daarvan waar? Ik heb dat niet, uh, niet gehoord. Het zou, het zou kunnen, het, het zou me ook niet verbazen. Ik denk dat Ajax daar op zich niet heel ongelukkig mee zou zijn. Want Tadic heeft volgens mij nog een contract voor de komende jaren, nog afgesloten door Overmars, alleen om hem nu vlak voor het einde van de transfermarkt uh, te verkopen. Dat zou wel heel, heel onhandig zijn als je daar niet een hele goede vervanger voor hebt. Zullen we eerst nog heel eventjes over dat fragment van uh, Feyenoord tegen Twente praten? Of het een penalty was of niet? Uh, oh. Producer Hein Keizer die vond van wel. He, Arne ja. Slot vond van wel. Het gaat dus ook over al dan niet duw van Prupper bij Gimines. Nou, ik, ik, ik heb hier een foto en ik, ik ken het verhaal van de, van de Feyenoord-fans wel. Die zien dat Brunet het eerste duwtje uitdeelt. Ja, dat is een duwtje. Dat zie je volgens mij duizend van in de wedstrijd. Dat vind ik geen overtreding. Maar als je dan ziet welke beuk Jiménez geeft aan Prupper. Ja, ik vind het echt volkomen logisch dat Lindhout daarvoor fluit. Hij deed het wel heel raar, want hij leek aan te geven alsof hij floot voor Hens. Dat gebaar maakte hij en dan had hij het echt verkeerd gezien. Maar hij corrigeerde zich al heel snel. Dus ik denk dat hij ingefluisterd is door een assistent. Hm. Nee, hij daar werd geduwd. En ik vind het een volkomen logische beslissing. En wat er volgens mij aan de hand is, staat komende zondag een heel belangrijke wedstrijd op het programma. Feyenoord, Feyenoord PSV. Nee, ja. Ik denk dat het manipuleren van Danny Makkelie, die ongetwijfeld die wedstrijd zal krijgen. Al is begonnen door Arne Slot, Willem van Hanegem. nou wie heeft er allemaal wat over geroepen? Want ja, daar komt een druk op. En de vorige keer kregen ze al een penalty cadeau van Cedric Lucebuk in de 98e minuut. Dus ik denk dat dat veel meer de inzet is, want iedereen die er naar kijkt, ziet dat het gewoon geen penalty ja. was voor Feyenoord. Oké. Okay. Ja, in die complot uh, zit ik niet. Nou ja, daar gelo geloof ik niks dat van. Wat je als trainer natuurlijk probeert om de druk uh, te ja, maar Het op... kan ook heel erg aanverrechts werken. Hè? Op het moment dat jij als slotzijde misschien continu die, dat scheidsrechterschilder aanpakt. Dat zij denken: Oh, nou dan, uh, dan weten wij wel, wij wel raad mee. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, nou, ik, daar, geloof, daar geloof ik niet zo in. In dat, uh, in dat hele spel. Wel wat wat, zegt: nou, Ik vond het geen beuk. Ik, toevallig was ik bij die wedstrijd. Nou, niet toevallig, want ik heb me voor ingeschreven. Het is je werk. Ja, uh, maar hij, hij gaf een. een, 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 een een je uh, precies op het juiste moment. Op het moment dat iemand uit, in de lucht hangt en je bij je middel. Nou ja, dan ga je, ja, dan, dan raak je uit balans. Mm. Dan word je uit balans gebracht. En die hand deed wel heel raar, want die hand hoefde daar helemaal niet te zitten. Maar de, ik, ik vond het ook geen penalty. Al, uh, alleen al omdat uh, Jiménez helemaal niet de intentie had om de bal te koppen. Nee, zou iedereen natuurlijk wel weer, hier wel weer zeggen wat een Ajax-podcast. Hey, ja, maar het heeft niks met Ajax te maken. Hè? Nee, nee het is gewoon het niks een, met een Instief uh, oordeel van de heren. Nou, ik, ik heb ik een foto doorgestuurd, foto doorgestuurd gekregen, waar volgens mij geen, geen spel tussen te krijgen is. Ja, maar nee. die foto's, dat Mike, dat weet je zelf ook. We krijgen hier maar ook ja, wel eens je... foto's op de krant. En dan ligt het uit. Welke positie is dit? En wanneer is dit? Misschien is dit wel. Een... Twee seconden later of twee seconden ervoor, en dus dat kan je nooit echt. Nee, uh, je ziet wel het contact van Jiménez in de rug. van Nee, maar van, 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 dat, van dat van werd Kupen. ook niet ontkend. Nee. Dat werd ook helemaal niet nee, ontkend nee. als je het naar nou over fijn hebt. Jij ja, had het in een video even over, daar kwam ik niet helemaal lekker uit mijn woorden. Mensen die video nou nog eens kijken of niet? Ik denk het wel, dat wordt een ja? grote hit. Wordt dat uh, natuurlijk? Hoort dat? nou die video van vrijdag toen je zei scheuder in de russen ontslagen, die ging door het dak. Oh ja, ja, okay. zeker, zeker. Hoeveel keer bekeken? Ja, heel veel. Ongelooflijk veel. Ja. Maar um, Feyenoord, je kan zeggen, nou, zoals je in de video zei... ze zetten die wedstrijd in de hand, ze halen geen overwinningen. Maar ze houden zich echt wel heel nadrukkelijk. En meer dan staande tegen Ajax en tegen Twente. Ja, maar ze hebben ook gewoon, gewoon een hele goede ploeg. En uh, Slot heeft er gewoon een, een geweldig geheel van gemaakt. Het enige wat een beetje ontbreekt, is de kwaliteiten voorin. En uh, ja, ze zochten een centrale verdediger, ze zochten een middenvelder. Ja... Ik zou me voor een hele goede spits gaan, uh, lijkt me dat dat misschien nog wel uh, uh, o, of een, een goede buitenspeler. Ja. Ja, dus ik vind dat je daar meer uh, behoefte aan hebt, maar ze hebben gewoon echt een prima team met een go hele goede spelopvatting. Veel inhoud, want ze kunnen echt van de eerste tot de laatste minuut, je zag het tegen Ajax, zag het nu ook weer tegen Twente. In het laatste half uur kunnen zij gewoon het verschil maken, want na die 1-1 van SC Twente is SC Twente volgens mij nog één of twee keer over de middenlijn. En Eén keer na een fout, waardoor het bijna nog uh, 2-1 voor Twente werd via ja. Tierney. Maar voor de rest hebben ze helemaal niet meer gezien. Je wordt er gewoon overlopen. En, en daarom vind ik dat Feyenoord er veel te weinig heeft uitgehaald. Zowel tegen Twente als tegen Ajax. Maar je zou ook kunnen zeggen, die gaan niet meer heel veel punten laten zien. Nee, dat denk, dat denk ik dus ook. Dus niet dat die, dat die nog helemaal nee. weg zullen zakken. Nee. Maar je natuurlijk in het verleden wel bij, uh, bij Feyenoord ook hebt gezien. Wat ja. denk jij, Mike? Nee, dat, ik, dat ben ik wel met je eens. Dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Bij Ajax waren ze ook al aan het rekenen. Dan gaat het daar meestal fout als ze gaan rekenen. Want de vier wedstrijden te beginnen met Vallendam. die zouden wel 12 punten opleveren. Maar, nou, inderdaad. Ja, ja. Daar kon er één wedstrijd een doorheen. Maar zij rekenen wel van ja. als ze niet van PSV winnen. dan staat de Ajax er echt weer bij. Nou ja, virtueel kun je dan heel di nog dichterbij komen. als je gewoon thuis wint van Feyenoord. Dat, dat zul je dan moeten doen. Maar daar wordt ook wel gedacht: van... poeh, Feyenoord is wel ver weg. Ja. En, ja, en, ze, en ze hebben al die sterke hebben zij natuurlijk... Uh, eh. nou, ja, Twente hebben ze uit... al twee keer en de PSV komende zondag, Nou, die hebben ze dan ook al twee ja. keer gehad. AZ ja. begin februari. Ja. En de, de laatste vijf wedstrijden, ja, dat schijnt een uh, walk in ja. the park te zijn ja. voor ze. Ja. Maar ja. is dat natuurlijk ook wel weer een beetje gevaarlijk. En zeker aan het einde van de competitie ja. zijn wedstrijden die heel makkelijk lijken tegen degradatiekandidaten, Dat kunnen ook hele vervelende wedstrijden ja. zijn. Maar ik denk wel dat Feyenoord er echt heel goed voor staat op kampioen te worden. Uh, gaan we even naar de stellingen? Uh, nou ja, goed. Maar, wat, uh, want er was natuurlijk nog een, een tweede moment. Dat was met uh, onze vriend Bijlo. Nou, dat wilde ik, ja, nee, die, wilde, die had ik voor iets voor later. Oh ja, in, want dan uh, blijven uh, die Feyenoord fans ook hangen. Nou, ik nou, dat ik is had namelijk ook nog een hele goede mening. De eerste over. stelling: uh, Bijlo moet geschorst worden voor spelbederf. Oneens. Oneens. Dat, dat bedoel je toch? Ja, ja. Oké. Okay. Deze ging in de media rond Gallardo. Zou een goede trainer zijn voor Ajax? Geweldige trainer. Ja, ja eens. Okay. Okay. Oneens. Pavlidis zou een goede eerste spits zijn voor Ajax. Oneens. Eens. Uh, nou, die hadden we al gehad. Uh, Brandweight is uh, 70 miljoen euro. Is die wel waar, toch? Oneens. Oneens. En uh, Michidjan zou een goede aanwinst zijn voor PSV. Oneens. Oneens. Ja, daar wil ik het dan maar bij laten even je ja, gedronken? Ja, <laughs> nee, ik had, ik had. nog wat dingen neergezet, maar die, uh, die, die had ik eigenlijk al besproken. Maar jij wilde nog even bijlo uh, benoemen. Nee, we moeten doen toch later, want dan blijven die fijne fans hangen. Dan blijft Kees Dasselaar blijft nou, hangen. Oh, Kees Darselaar. Kees, ja, die, Kees, ja, 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 die, die heeft we toevallig he? aan de lijn gehad. Ja, was ja. Die, was die, was die, uh, want daar ben je wel, heb je wel, redelijk naar uitgehaald. Kees toch? is voor ja. Aiders, ja Nee, kees is voor, oh, Feyenoord, voor Feyenoord, maar ja. kees is wel een fervente uh, telegraaflezer. Dus, ja. uh, want hij sprak over Microsoft alsof hij hem iedere dag uh, ja. dat ze elkaar aan de lijn ja, hebben. Ja, misschien hebben ze dat ook wel. wel. Ja, ja je, weet niet. je, je nou, weet niet. Misschien is dat wel leuk voor een rubriekje dat we toch een maar beetje je, nee. ruimte geven aan, aan de luisteraars. Want ik kreeg ook weer een hele mail. Ja? Beste Pim, dit ging dan over uh, uh, Molenaar. Keien, keien Monera. Molenaar, die uh, had gezegd uh, bij ESPN dat, uh, dat ze toch verkeerd met Overmars zijn omgegaan en dat uh, ja, het eigenlijk ja, niet goed is geweest en dat hij misschien wel terug zou moeten keren, et cetera. Hoe oh, kijk je daarnaar, Mike? Nou, ik werd net gebeld door AT5 of ik daar ook mijn mening over wilde geven, maar ik, ik heb... Doe eerst maar bij ons. Precies, ik heb gezegd als ik er een mening over heb, dan schrijf ik het eerst in mijn eigen krant en anders roep ik het in de podcast. Ik begreep wel dat David Entaar zijn mening had gegeven bij AT5, dus lees dat stuk. Ehm... Um... Ja, ik, ik vind het een hele moeilijke. Die vrouwen werken dan nog. Er zijn dingen gebeurd die grensoverschrijdend waren. Dus die terugkeer is gewoon heel moeilijk. Aan de andere kant kun je ook zeggen. ze hadden overmars op non-actief kunnen stel, uh, stellen. Dat kon redelijk eenvoudig. Want het was na de transferperiode. Dus je kon hem een half jaar ook op vakantie sturen. Maar aan zichzelf laten werken. Uh, heel diepe spijt laten betuigen. Ook in gesprek laten gaan met die vrouwen. En als er dan een weg terug was geweest. dan had je misschien voor de club kunnen kunnen behouden. Ajax heeft voor iets anders gekozen. Er zijn ook bedrijven die dat, die dat anders doen en wel mensen op non-actief stellen, waardoor uiteindelijk iemand kan terugkomen. Ja, ik denk dat het mogelijk was geweest. Hij heeft geen strafbaar feit gepleegd, denk ik, want anders was er wel aangifte tegen hem gedaan. Dus ik, ik snap je in zekere zin wel, maar ik snap ook dat het heel erg moeilijk hmm. is om, om terug te houden. Maar er, zou, of er is intern onderzoek uh, gedaan, uh, maar daar hebben we eigenlijk ook nooit meer echt wat over gehoord. Is dat logisch? Is dat intern of? Nou, dat, dat dat toch... zijn wel, daar zijn wel allerlei aanbevelingen uitgekomen. Ja. En vervolgens ging hij naar. Uh, ja, dat was het. Ja, dat was de club van Marianne Olvers. Uh, ja. die zouden dat ook verder onderzoeken. Maar die liepen vast omdat die vrouwen van Ajax die met uh, dat grensoverschrijdende gedrag van overmars te maken hadden gehad, zeiden van ja, we, we hebben intern uh, al een onderzoek gehad en we gaan niet nog een keer ons verhaal doen. Nee. Ja, plus dat zij natuurlijk bevreesd zijn voor de buitenwacht. Kijk op het moment dat uh, zo'n vrouw uh, haar naam bekend wordt, ja, dan hebben ze dadelijk die halve F-site voor de deur staan. En is zij dadelijk uh, de schuldige dat de Ajax uh, dit seizoen geen kampioen nee. wordt? Ja, dus daar hebben ze natuurlijk geen trek in. Dat begrijp ik ook nog wel. Nee, maar het heeft nu natuurlijk wel iets. Ja, misschien is dat, nou ja, ik denk ook voor de fans van Ajax. Heeft het iets uh, ja, onbevredigends dus op een bepaalde manier? Dat je het nog steeds niet heeft. Ja, wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? Dat je hebt die publicatie bij NRC Anders gehad. Ja, Ja, goede maar, woord, ja. ja onbevredigend. Ik, ik dacht, ik heb geen ander woord nee. voor. Nee, maar het meeste maar, is, toch, uh, is toch wel bekend. En uh, ja, ik vind het, uh, die discussie is eigenlijk een non-discussie, omdat het. Uh, ja, het, uh, het is zo gelopen. Het is zo gelopen. En wat je Mona die, die kan het zeggen: nou, er is gewoon geen, uh, geen weg terug voor uh, Mark Overmars. En Mark Overmars, die heeft het heel druk met zichzelf. En uh, die heeft hartproblemen en, en die heeft zijn werk bij Antwerpen. Ja. Dus kijk, het is gewoon gepasseerd station. En dan kan je wel weer. Op teruggrijpen en wat Kay uh, zegt en wat Mike net zegt, hebben we zelf ook al uh, een keer of wat ja. uh, geroepen in die tijd. Maar ja, dat, ik, ik begrijp niet waarom die discussie nu nou, de, weer oplaat. Nou, dat, uh, dat, dat begrijp ik denk ik wel, omdat, omdat er nog steeds geen opvolger zit, dat ze nu toch denken van ja, ze, blijkbaar lukt het niet om een goede opvolger voor Overmars ja, te vinden, maar dat die naam weer gaat vallen. En valen, omdat op de club moment. natuurlijk sportief in een vrije val zit en Overmars qua resultaten en ook bereiken van de halve finale van de, van de Champions League. Als je dat ook zeg, zeg maar, afzet tegen de huidige tijdsgeest. Kijk, ik bedoel, in 1995 wonnen ze hem, maar dat was wel een hele andere tijd. Dus ik denk dat Overmars de meest succesvolle technisch directeur ooit van Ajax is geweest. Ja, en dat nu de roep bij de supporters om hem toeneemt, dat, dat snap ik wel. En dat Keer Molenaar daar als jurist dit over roept, dat snap ik ook wel. Want het is puur juridisch. Van hij heeft niks strafbaars gedaan, dus zou hij terug moeten kunnen, kunnen komen. Maar ja, het is wat Faantij zegt, dat, dat gaat toch niet gebeuren. Ja, nee, precies. Ja, jij, nee, jij kijkt er iets anders uh, naar. Ik zit nog even... Van Aantrein is ook geen jurist. Ik heb trouwens wel twee jaar, hè, maar dat weet je niet. Mm -hmm. Gaat jaar... goed in de microfoon ook, wel nog twee even... Twee jaar rechter gestudeerd. Is. Ja, nee, anderhalf, toch? Ja, precies. Ja, precies. Hey, even voor het leuke bruggetje. Hebben jullie Ten dag gehoord uh, over Rashford? De vraag vanuit de media naar Ten dag was hoe die toch van elkaar kreeg... dat Rashford mm -hmm. weer uh, goed ging voetbal, zo goed ging voetballen. Oh, zo. So, I'm not Harry Potter, zo En... En... Wat zeg je? Ik kan het niet verstaan. I'm not Harry Potter or so. Oh, Harry ja. Potter. Ja, ja. Yeah. It looks like a bit. Yeah. Maar de, ja, ik, ik op kon en, het niet uh... zien bij uh, via Play uh, de FA Cup uh, wedstrijd. Twee euro, uh, euro euro bij, Twee euro in de maand erbij. Twee euro in de maand erbij, maar ze hebben dus weer uh, gewonnen. Ja, ja, maar dat dit was. Ja, ook uh, natuurlijk. ja, reading. Dat gaat natuurlijk nergens over. Ja. Maar Rashford die wilde natuurlijk wel graag scoren. Ja, want die had zo'n uh, tien wedstrijden of zo uh, in eigen huis achter elkaar dan gescoord. Maar ja. dat lukte niet. Nee. Nou ja, maar dit, dit zijn natuurlijk de, de walkovers voor de Manchester United en de cities van deze wereld. Ja, maar hij gaat ja. wel als eerste finale spelen waarschijnlijk. De finale van de League Cup. Of hoe heet ja. die tegenwoordig? De, de, de Caribou? Uh... Ja, moet ze Nottingham thuis nog even verslaan. Hè? Die hebben ze uit en al verslagen. Ja, het is toch één groot succesverhaal. En dan uh... tegen Newcastle. Wat er op zich natuurlijk wel een hele leuke wedstrijd uh, ja, kan worden. En Newcastle, dat is natuurlijk toch wel een beetje de grote verrassing. Want niemand had gedacht... Ze hebben geen hele grote aankopen, zijn natuurlijk door die Saoedi's overgenomen. Nou, dacht iedereen: die gaan als een gek spenderen op de transfermarkt. Dat hebben ze niet gedaan. Heel gericht ingekocht. Goede coach hebben ze. Dat hebben ze vorig jaar al binnengehaald. En als je dan ziet waar ze nu staan, ja, dat, dat is, zit toch wel een bepaald beleid achter. Mm. Hmm. Niet verkeerd. Nee, zeker niet. Nou, ik wou nog zeggen of uh, James Last erin moest gooien... maar er is niet heel veel in het buitenland te bespreken. De pie, die komt nog niet echt aan spelen toe. Waar je München laat opvallen. Ik hoorde dat uh, Radar Love is ook door uh, James Last uh, gecoverd. Echt waar? Ja, ongelooflijk, hè? Niet. Of, ja. of heeft Golden Earring... Rate Love gecoverd van James Last dat hoor ja. ik Ja, dat denk ik toch? Ja. Maar wij hebben I ook don't. een hit. Wij hebben ook een hit. De Kamaldeen Sulemana de, jingle. Laten we die er ook maar even in gooien dan. Dit is de Kamaldeen update. Dit is de Kamaldeen update. Mike, wanneer komt hij nou? Ja. Vrijdag is het 3 februari. Hè? Ja. Zijn we hier vanaf, denk ik? Ja, nee, dat denk ik ook wel. Maar als we even de, de, de laatste transferperikelen, het is nu 30 januari als we dit uh, opnemen. Is er iets, wat vind je het meest opvallend als je het zou moeten samenvatten? Ja, dat PSV bezig zou zijn met uh, Torgen Hazard, uh, de speler van Dortmund. Ik denk wel dat het een hele goede speler voor PSV zou zijn. Ook wel een aanwinst voor de, voor de Eredivisie. Dus ik zou dat wel een hele mooie transfer vinden. Valentijn. Ja, dat is gewoon helemaal niks. Tormen waar Die kan er zo weinig van. Is nooit doorgebroken bij het Belgische elftal. Echt vast. Ja, Een slechte versie van zijn broer Eden. En die bakt er al helemaal niks van. Maar ik heb hem vorig jaar ook helemaal niet gezien. Toen tegen Ajax. Tormen Azai. Het zijn van die gasten ja, die, die waaieren langzaam naar een steeds lager niveau. En die gaat PSV echt niet uh, er bovenop helpen. Heeft wel nog veel gespeeld. Er is iets, uh, iets over gezegd in de video trouwens. Ja, er is iets over gezegd in de video. Maar die uh, speelt wel, als je naar zijn statistieken kijkt... heeft hij wel nog gewoon veel gespeeld bij, uh, ja. Uh, bij uh, uh, Dortmund. Ja, vandaar dat ze hem ook laten gaan. Ja, maar goed, ja. ze hebben natuurlijk andere spelers op het oog... Uh, die al helemaal niet uh, lekker veel aan spelen toekomen. Ja, Sabian natuurlijk uh, wordt uh, genoemd. Nou, Van Aanholt komt dan waarschijnlijk... omdat Max naar Eintracht-Frankfurt uh, vertrekt. Ja. Maar zijn ja. dat de spelers waarvan dat is er uh, die, die niet bij P P PSV en die gaat gewoon naar nummer 2. Nou, nu niet naar nummer twee meer na dit weekend, maar naar uh, topclub in. Uh, het leek zoveel beloofd in met die max begin. Ja, nou, het is, dus dat zit in het spel werd of hij. Of al? Ja. Van Arnold ontzettend aardige jongen, goede speler geweest ook, maar volgens mij is die 23 keer bij Ajax aangeboden en bij PSV in het verleden ook al aangeboden. Ja, dat ze daar terechtkomen, dat is natuurlijk ook niet uit luxe. Nee. En de afgelopen 23 wedstrijden zat hij op de bank bij uh, Galatasaray. Dus ja. Uh, gaat die je dan sterker maken? Dus, maar ja, voor maar mij gaan zijn... ze voor die Mauro Junior. als hij dadelijk weer terugkomt van die schorsing. Ja. dat hij linksback wordt, denk ik. Maar. Die dusver zijn natuurlijk niet echt de hele grote eyecatches geweest. Zoals vorig jaar of twee jaar geleden met Haller, die toen kwam voor 24 miljoen of zo naar Ajax. Dat was natuurlijk echt een gigatransfer. Maar dat is dit, dit jaar zeker niet het geval. Als Thomas van der Belt de grote aankoop van Feyenoord moet worden. Van der Belt. Ja, ik zei van der dan... Bent in de video, ja. Dat was ook niet zo goed. Nee, die video was niet zo best. Ja. Zo groot is die. Kijk, kijk die Wij video. kennen zijn naam. Ja, kijken die video. Maar E.S.V. SV, Fabio Silva ook. Ja? Ik, ik denk dat. Ja. Kijk, Vaandaar zegt van er zijn geen heel spectaculaire transfers. Dat klopt. Maar ik denk dat alle clubs ook een beetje gevangen zijn door de stand op de ranglijst. Want ja, je kunt nog niet vooruitlopen. Ajax kon dat vorig jaar natuurlijk wel min of meer op, op de Champions League miljoenen. Ja. Ja, als we dan die speler halen, dan is de kans gewoon heel groot dat we kampioen worden. Ja, nu kunnen dat nog vijf clubs, eh, nog vijf clubs worden. En als Ajax geen Champions League haalt... Ja, dan beginnen ze het seizoen met min 45 miljoen. Mm. En dan kun je beter even wachten met iemand daar. Ja, maar, ja je, maar je zal toch moeten investeren. He, je, de kosten gaan voor de baat uit in, in dit geval. En daarom heeft iedereen natuurlijk ook volgend jaar... want daarna komt die Champions League gaat veranderen... en dan komt er nog veel meer geld bij. Dus iedereen denkt ook... komende zomer gaat iedereen druk investeren... om maar die Champions League te halen. Nou, dan zou ik zeggen, investeer dan nu... Vooraf hè, ja. om al dit seizoen, want ze staan al dicht bij elkaar. Hè, maar dat is dus ook uh, uh, een reden om het juist te investeren, omdat je dan ook heel makkelijk een stap kan maken ten opzichte van de rest. Ik vond het wel een hele mooie. Hè. Morgen hebben we in de krant, we nemen dit op maandag op, dus in de dinsdag kopen die krant. Hebben we een verhaal met uh, de analisten op tv Andy van de Meijdenkaffel van de Vaartwest, die snijdt ook over de situatie Heidinga. En Sneijder had wel een hele mooie, vond ik. Die zei, ja, Sean heeft wel één voordeel. Die hoeft niet heel veel heel lastige keuzes te maken. Want Ajax heeft maar 13 tot ja. 15 spelers die geschikt zijn om te spelen. Ja. En dat is natuurlijk wel Ajax onwaardig. Want die moeten niet heel veel blessures of schorsingen gaan krijgen. Want dan hebben ze echt, nee. wel, een, echt wel een probleem. Ja, want dat zag je toch. Er zat op een gegeven moment zat er een veredeld jeugdelftal op de, op de bank. Aan de andere kant geeft dat ook wel weer de mogelijkheid. Hè, zeker met Heitinga. Want die kent die jongens. Dat zij misschien eerder een kans krijgen onder Heitinga dan onder Schöder. Ja, ja, maar er zitten ook wat, echt, echt wel heel talentvolle jongens, jongens tussen. ook vind die Olivier Aartsen? Echt een hele goede centrale verdediger. Die Jeroen Hato hebben we het over gehad. Nou, dan heb je ook nog. Uh, die zat niet op de bank. Maar je hebt ook Silvano Fors. Nou, Kian Fitzjim, die heb je gezien tegen Den ja. Bos. Echt een hele goede speler. Dus zeg maar, voor Ajax kan het wel heel gunstig zijn. Dat er uiteindelijk weer spelers worden klaargestoomd voor het eerste. En gaan goed gaan spelen in het eerste. En dan weer voor tientallen miljoenen met de Ajax-bonus weggaan. Ja, maar is dat van hetzelfde, kan dat hetzelfde niveau worden als met die gouden lichting? Uh, Frenkie de Jong met tijdse licht? Ja, dat weet ik niet. Dat is altijd heel moeilijk inschatten. Maar dat weet kan... je vooraf ook niet. Dat weet je vooraf ook niet wat die uh, zouden doen en hoe die het zouden oppakken. Dus, uh, maar ja. dit zijn de jongens die hebben allemaal in dezelfde vertegenwoordigende elftallen gezeten als uh, Matthijs Ligt en Frenkie de Jong. Dus ja, waarom, waarom zullen zij deze potentie niet uh, hebben? En je weet niet hoe mensen zich uh, ontwikkelen jongen van Taylor is natuurlijk ook uh, verschrikkelijk snel gegaan. Nou, die heeft nu wel een, een duidelijke vormdip waarin die zit. Dus uh, ja, met die andere jongens kan het ook snel maar gaan. Als ja, het, ja, ik, ja. Ik, ik zei het over Taylor, maar ik werd door iemand onmiddellijk met allerlei statistieken en pases vooruit. En, en ja, die, die statistieken uh -huh. die om de oren geslagen. Ik denk dat het gewoon geen nummer 6. Ik denk is. dat het een zaak waarnemer is geweest. Nee, nee, nee? Nou, het is het, geen nummer 6. Uh, nee, dat, dat denk ik. Maar om nog even terug te komen op het feit van zijn die jongeren goed genoeg? Kijk, Feyenoord moest. In 2014, ja, daar weten we alles van op dat WK. Dat was gewoon, voor een groot deel bestond dat uit fijnorders. De selectie van Louis van Gaal. Omdat die uit nood toen ook heel veel jeugd moesten inpassen. En dat, is, dat kan echt een zegen voor je club zijn. Dus dat zou ook voor Ajax een zegen kunnen zijn om eindelijk weer eens terug te gaan naar de kern. En dat is het attractieve dominante Ajax voetbal. En dat kun je veel minder met, uh, met allerlei kaplanetjes, Bessies en, en noem maar op. Ja, maar goed, er zijn belangrijke spelers die dan vertrekken. Bij PSV, bijvoorbeeld Gakpo. En dan blijkt het aantrekken van een vervanger. Het is niet zo dat er een, hele, een lijst met dat dat, dat dat heel vloeiend gaat of zo. En dat zien we natuurlijk ook bij, bij Ajax. Dat het toch heel moeizaam blijkt om gewoon goede versterkingen te halen. Ja, bij PSV ja. heeft dat ook met de financiële situatie. Te maken. Ja. ja, dat is het punt. Kijk, op het moment dat jij 100 miljoen kan uitgeven. dan kun je echt een goede speler halen. Ik las net dat Cancelo... Commissarys City, waarschijnlijk naar Bayern München ja, gaat. concurrentie ook weer voor Masrohi en, uh, en Blind dan. Hè? Ja, nou ja, net wil je zeggen, want die kan en links en rechts uh, backspelen. Ja, dat vind ik een geweldige back, vind ik dat. Mm -hmm. Maar uh, ja, dus die kan je kopen, maar dan moet je wel een hoop geld hebben. Overigens ja. was ik, je noemde net de naam Blind, overigens was ik enorm groot nieuws bij Sigo uh, gisteren. Denny Blind vond het Alfred schuil eerder ontslagen had moeten worden. Ja, ja? ja. ja dat ja. Ja, had heel anders kunnen lopen. S sommige dingen verwacht je niet. Ja, maar, ja. Nee, 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 inderdaad. Daar had hij de hand in kunnen hebben. Ja. Daar had nee. hij er wat slimmer mee moeten omgaan. Dan had hij gewoon uh, commissaris uh, Moet, uh, moeten uh, worden. Ja, dat had hij gewoon in december of november moeten zeggen, ik uh, blijf commissaris. Ik ben wel ja. benieuwd of hij terugkomt als commissaris. Dat zie, zie je als mogelijkheid? Ja, kijk, schuil is weg. Dus ik, ik, als dat echt het enige pijnpunt was. Dan kan hij terug. Maar waren die nou, verhoudingen zo rot geworden? Het meer, want het ging natuurlijk over de hele opstelling van de club. Hè? Ook dat ze Van der Sar natuurlijk niet gezien hebben. Dat hij geen bemiddelende rol heeft gespeeld. Uh, en eerder op de werkvloer is gekomen om dit uh, uit de wereld te helpen. Tussen Schreuder en Blind. Maar waren die verhoudingen zo rot geworden in korte tijd? Tussen Blind, tussen blind en Schreuder? Ook senior? Ja, ja, zeker. Gisteren was wel heel leuk. Het is een van de leukste clubs om te komen, Excelsior. En je hebt tegenwoordig de perszaal boven. En dan staan het... Halverwege staan er dus een soort bestuurskamer met een baggetje. Dan staan er een paar paaltjes uh, met zo'n draadje ertussen. En aan de andere kant stond het bestuur. Dus daar liepen Edwin uh, van der Zag en uh, nog wat uh, bestuursraadsleden. Mijn oog gele, commercieel directeur. En uh, hij kwam keurig even een rondje maken. Donderdag ja. was de sfeer niet zo heel, uh, heel, 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 heel gezellig. Maar Edwin was gisteren. Uh, en Zeker na afloop uh, goed geluimd. Ja, er zijn toch heel veel uh, volgers van onze podcast die willen natuurlijk weten wat gaat er nou nog, wat gaat er nou op korte termijn gebeuren? Ja, spelers dus niks denk jij? Ja, Edwin van der Sar zei donderdag dat de kans niet heel groot was dat er nog een rechtercentrale centrale zou komen. Die was aan Schreuder beloofd. Nou ja, die is toch weg. Dus die belofte hoeft hij niet meer na te komen. Ja, en ik denk dat Heidinga het met deze ploeg moet doen. Want van der Sar zei ook en dat zei hij wel meerdere keren van deze ploeg moet gewoon kampioen kunnen worden. Maar je hebt dus wat uh, Va Valentijn ook schreef, volgens mij in zijn column, of niet, over Alvarez. Die dan nu links centraal ja. achterin staat. en dan ja, die, 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 begon, erachter, die dus begon links centraal achterin. En ja. uiteindelijk kwam hij weer rechts centraal. en dat het slecht ging. Ja. Ja. Maar maar hou op, hou op. met Alvarez. Kijk, en Bessie viel zo ontzettend goed in. Dat probleem <laughs> <Ja>. <laughs> is, maar maar is om. Ja, dat is een beetje De bal rode kaarten. Maar het is toch heel fluitend dat je gewoon niet een goede links centrale verdediger hebt. Ja, maar Die heb je wel met die Rolato. Die kan ook links centraal al op zijn zestiende. Ja. Jemig. Goed gedaan. Ja, maar de Bessie kan ja, op genoeg. zich kan die ook links centraal spelen. <laughs> ja, die, ja. De man heeft de finale van de Europa League gehaald uh, als linker centrale verdediger bij Glasgow uh, Rangers. Dus uh, hij kan echt wel linker centrale verdediger uh, spelen. Maar niet linksback. Nou, maar maar ik, ik denk als hij te gaan met een nog logischere opstelling komt. En dat is volgens mij gewoon Reens, Timber, uh, Bessie, Wijndal. Ja. En dan een middenveld met Alvarez, Klaassen, uh, Koerdoes. En dan voorin Berghuis. Tadic en Bergwijn. Dan ben je er. En dan zou je Telen nog neer kunnen zetten voor Klaassen. Dan denk ik dat je echt gewoon de ideale nou, formatie wil ja. hebben. Nou, zijn we er. Nou, wordt je, dit, wordt dit heel de bij. Maar, hij Kijk, ook naar deze podcast? Ik of maar, podcast luisteren. Maar hoe heet dat? Broby, <laughs> uh, in plaats van uh, Tadic? Ja, dat kan uiteindelijk ook. Ja. 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 Oké. Okay, nou, uh, kunnen maar, we dat afvinken? Maar sommige dingen zijn wel onbegrijpelijk. Dat... Als je toch een nieuwe trainer krijgt en je presteert het om de eerste twee dagen. En dan was de tweede training was nog een hele korte training. Gewoon even om de boel een beetje op scherp te zitten. En je presteert het dan om niet goed te trainen als Robbie zijnde. Ja, ja. Je dan... oh, is dat zo? want Hoe is dat gegaan dan? Ja, dat schijnt de reden te zijn dat hij niet speelde. Ja. Maar dat was ook bij Schreuder ook zo, hè? Ja. Uh, die maar hoe ze? hij dan op die over ja, Schreuder beklaagde zich. Ja, of de record beklaagde zich onder record. The record. Nee, oh. als nou, wezen, hij zit er niet meer. He, ja. Hij zit er niet meer. Nee, maar beklagen zich off the record natuurlijk over de, de, de trainingsarbeid die Bobby uh, wilde verrichten, en waarmee Bobby dacht dat hij wel het eerste van de Ajax uh, oh. en, uh, zou halen. En, en, en dat was aanvankelijk ook een probleem bij Wijndal. Die dacht van, nou, ik heb een transfer naar Ajax gemaakt. Dat ik, ik. ik ben er. Ja, daar ja. snap je toch helemaal niks van. Er je. is een voetbalwijsheid. Hè? Ja. Komen is makkelijk, maar dat blijven. Nou, daar oh, uh, Ietar en alles van. Ik zag ja, op Instagram nou. iets van Juventus voorbij komen bij Ietar. Ik vroeg ja. me af of die daar nou nu weer naartoe ja, is. Daar, daar moet hij weer naartoe. Ja. Nee, maar ook bij Wijndal. Maar die heeft het wel opgepakt. Want die schijnt inmiddels wel te trainen als de brandweer. Jongens, jongens. Nou, dat is fijn zeg. <laughs> nou, ja, ja. Dat is toch niet te geloven? Ja, de linksback. Ja. Wat dat betreft ja, ja, kunnen ze ja, een ja. voorbeeld nemen aan Feyenoord onder slot. Want daar uh, werken ze zich... Nou ja, dat ja. zeg je. Die, die hebben allemaal... Uh, ja, 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 dat is werkelijk uh, waanzinnig. Hoe die nog tekeer gaan. Ja. Ik zag die kukzjoe. Nou, werkelijk waar. In de dat hij nog terug verdedigde en de, de bal veroverde. Ja. En daarna zich weer aanbood om in de aanval. weer uh, als eerste station uh, voor de opbouw te zorgen. Ja, dat was echt. Uh... Maar daar moet slot ook mee gaan praten. Om in te zien dat ja, je als profvoetballer het maximale moet geven. Ik doe dat toch ook als presentator? Ik moet het maximale <laughs> geven om ja. het te redden. Maar, <laughs> maar heb, je na, heb je na de uitzending hele tijd? Want wij willen ook graag. <laughs> <met jou, lacht> <met jou, lacht> ja, e e qua, qua technische leiding. Nee, nee, nee maar Feyenoord heeft. Ja? Ja, maar kijk, ik bedoel, de Feyenoorders beklagen zich nu over de KVB dat, uh, dat er een penalty uh, wordt gegeven. Maar volgens mij heeft Feyenoord ook heel veel mazzel gehad dankzij de KNVB. Oh, die komt nog even terug. Nee, er werden gewoon heel weinig Feyenoorders geselecteerd... voor het Nederlands elftal en andere nationale elftallen. Tijdens het WK heeft Feyenoord gewoon bijna... met de voltallige selectie kunnen doortrainen. Ja. Daar... Ja, die kregen wel twee uh, blessures hè, van basisspelers. Troune, die viel natuurlijk weg als basisspeler... en Timbe viel een tijdje weg ja. als basisspeler. Dus toen konden ze eigenlijk niet echt helemaal trainen... zoals ze graag zouden willen... Dus. Uh... Het is wel mooi dat ze allemaal zeggen: nou, vanaf oktober niet gewonnen. of vanaf oktober niet gescoord. En dan vergeet ze gemakshalve dat er gewoon uh, heel lang niet gevoetbald is. Vanaf ja. Oktober. Ja. Nou, nou. Maar ja, de technische maar, leiding, ja. Dat kan ja. natuurlijk niet. Je kan niet uh, als Ajax zijnde niet winnen tussen oktober. al, al zijn er drie WK's. tussen ja. oktober en uh, begin <laughs> februari bijna. Dat kan ja. toch niet. Oké, okay. nee, duidelijk. Technische leiding de, uh, over de, 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 de coach. Uh, nou ja, ik noemde die naam even. Ik, ik gooi hem er toch maar in dat mensen dat willen weten. Viel bij ja, het ja, je, je zegt dat je altijd eerst de 30 graaf leest Maar volgens mij lees je wat anders. Ja, nee, ook. Ja, maar, klopt. Ja, ik, ik heb het niet. Weet voor je nee. Maar, gewoon, maar het, het zou gepol, hij zou gepolst zijn en afgezegd hebben. Dus oh, die een, was een van die namen die dan had een, afgezegd. Een drie, uh, die, die afgezegd zou hebben. Maar hij krijgt nu tot het einde van het seizoen of nog steeds niet zeker? Of die... Nee, dat, dat is nog steeds niet zeker. Daar zal vandaag denk ik nog wel meer duidelijkheid over komen. Maar zolang Ajax er niet in slaagt om een kandidaat... Voor langere periode te vinden, dan zal hij er aan blijven. Wat ik wel krankzinnig vind, is dat Ajax toch dus kennelijk naar een trainer voor de komende anderhalf, twee, drie jaar gaat kijken. Terwijl je geen technisch directeur en geen technisch commissaris hebt. Ja, in feite is dat gewoon over je Maar Daar kun je niet op wachten, Mike. Kijk, op het moment dat Peter Bos nu vandaag zegt: Ja, ik doe het. dan kan je moeilijk op een technisch commissaris. Ja, maar dat technisch directeur. Dat ben ik met je eens, omdat dat iemand is die in het verleden heeft bewezen dat hij heel goed kan ja. passen bij Ajax. Ja. Maar Peter Bos is nog niet gepolst. Nee, nee. nee Oké, okay, maar ik, ik geef aan dat die, die volgorde... Ik ben het helemaal met je eens. Normaal mooi je een technische directeur. Alleen je zit nu midden in het seizoen. En als je niet, geen vertrouwen in Heijteren hebt en je wil wat anders doen, ja, dan zou je toch moeten acteren. Alleen dan kan je natuurlijk wel zeggen van we doen het maar van half jaar. Ja. Maar ja, als je echt iemand wil hebben, hè, je wil Sidaan en, en je kan hem strikken, nou ja, dan, dan vind ik, dan, dan gaat dat voor. Als dat voor jou je lange termijnvisie is om niet met John Heitinga door te gaan dit half jaar, maar ja. tweeënhalf jaar bijvoorbeeld met Sidaan of met die gozer die jij noemt, die uit Argentinië. Ja, dan, dan vind ik dat uh, maar, terecht als maar, ik daarvoor Peter, zou kiezen. Peter Bos of John Heitinga? Nou, ja, ik zou Peter Bos nemen. En, dan, en ik vind ook dat John Heitinga bij Peter Bos of bij Louis van Gaal wel als assistent kan functioneren om dan eventueel later door te ja. stromen. Het ideale voor, hè, en als, als ik de manager van uh, John Heitinga zou zijn... en hij krijgt nu niet een half jaar de kans om uh, uh, Ajax te leiden... of onder Van Gaal of Peter Bos assistent te zijn... dan moet hij gewoon weg. Dan moet hij die moet gewoon op eigen benen staan. Ja. En bel uh, die, uh, die zoon van Erik Gudde, Wouter Gudde... en zegt van, uh, ik, ik ga daar die Dennis van der Re bij Groningen opvolgen. Ja, Dat leer je nog. Nee, natuurlijk niet. Maar je staat laatst. Dus slechter kan het niet. Je kan nee. alleen maar beter. Nee, nee. Is ja, er zijn drie is spelers gehaald. Huh? Ja, is ook onder grote druk. Brief geschreven door de supportersvereniging. Ja. Verloren ja. van Volendam. Ja, die, de is, die gaat natuurlijk niet weg. Nee. Die, die heeft net drie spelers gehaald. Dan moeten ze wel heel sterk zijn om, om die dan weg te sturen. Die gaan die, die trainer waarschijnlijk de kans geven. Maar ja, als Groningen John Heiting gaat. Die heeft al behoorlijk wat laten zien. Ook bij Jong Ajax. Zegmaat maar het verbaast me zo dat jij Louis van Gaal maar blijft noemen ook. Nou, omdat we, ik kijk naar mensen... Ja, ik kijk, kijk naar iemand die, die vrij is en die met een Ajax-achtergrond... Ja. En, en die natuurlijk wel het gewicht heeft om Ajax te dragen. Ja, is dat een naam die valt? Ja, ik hoop het niet, want dan mag ik de persconferentie. niet Kijk, dan moet ik natuurlijk plaatsmaken <laughs> op een om Lobby te ondervragen. Maar is dat een serieuze optie, denk jij? Nou, ik, ik denk dat Ajax dat heel graag zou willen... En... Die bal ligt echt bij Louis van Gaal. Kijk, dat maar, is natuurlijk wel fantastisch. Ah ja, dan moet hij wel benaderd worden. Dan, uh... Ja, en ik denk niet dat het heel erg in Ajax' voordeel speelt... dat Danny Blind uh, daar met, uh, met Bonje is ah, vertrokken. Ja. Want ja, dat is natuurlijk uh, ook een reden... of zou een reden kunnen zijn voor Louis van Gaal om het niet te doen. Maar ik zou het ook niet heel gek vinden als John Heitinga en dat is dan niet met Henk ten Kaat als assistent... maar wel aan de hand van Henk ten Kaat een soort duo-baan... waarbij Heitinga leidend is. Ja, dat zou ik ook, dat zou ik ja. ook niet gek maar vinden. Maar die is toch gestopt? Henk ten kaart hè? Ja, een keer of 23. Ja, ja, oh ja. maar... Ja, dat, zou, dat zou heel goed zijn. Maar voor de rest, je voelt... En alles, dat heb je toch bij het Nederlandse Elftal ook gezien. Alles en iedereen is helemaal Louis van Gaal-idolaat. Ja. Als hij ergens binnenkomt, dan krijgen ze allemaal... Een, of een strak plassetje of een hoopje. Oh, jezus, jongens. Nee, maar, maar dat is gewoon zo. Je merkt het bij de KVB ook. Oh, we hebben Louis van Gaal, we hebben Louis van Gaal. En zo gaat het ook bij Ajax. Ja. Hè? Hè? Iedereen die, die vindt het ook mooi. Iedereen vindt het ook heerlijk. Ja. Zo'n autoritaire man, hè? daar zijn we ook allemaal lekker ja, van in Nederland. Het natuurlijk ook wel weer heel veel onrust als je van Gaal eh, binnenhaalt, toch? Ja, maar Ik je wil... haalt ook een hele hoop onrust weg. Alles focussen zich op, focuss op hem. En weet je wat je dan kan doen? Dan kan je 1-3-5-2 spelen. Zet je Nessie, Alvarez en Timber achterin. Brobitaartje in de punt. Oh. Wijndal en uh, wat is het? Range op de flanken. Maar wie zit je achter die twee spitsen dan? Wat zeg je? Hoerdoes erachter? Oh, ja. Ben je op vakantie geweest in Portugal? In, uh, nee, maar dat uh, zou uh, toch schitterend zijn als hij uh, 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 1-3-5-2 uh, gaat spelen? Ja, uh, ja, ja want nou ja, kijk, nee, uh, 1-4. Sorry, 1-4. Als je, als je verder denkt. je maakt wel een grap over dat. Eigenlijk ja, is dat natuurlijk heel erg waar wat je zegt. Want volgens hem kan je internationaal alleen nog maar presteren met ja. 5-3-2. Dus dan zou Ajax 5-3-2 moeten ja. gaan spelen. Want anders win je niks, nee. volgens hem. Nee, inderdaad ja. Dus dan moet nu nou, degene, die die, die, degene die er zitten... Hè, dat zijn Van der Sarre, Huntelaar, Hamstra en dan uh, de Raad van Commissarissen. Die moeten eigenlijk nu een dikke streep door zijn naam zetten. Ja. Want hij wil niet volgens de Ajax filosofie werken. Maar was dat ook... Nou hij heeft dat inderdaad wel gezegd. Ja, maar hij had ook geen flankspelers natuurlijk, bij het Nederlands Elftal. Wil je nog wat zeggen? We hadden het net over Groningen. Dat onderuit ging. Geen flankspelers bij Ajaxloop Steven Bergwijn. Dat heeft hetzelfde probleem. Ja, dat is probleem. Gewoon internationals. Dat is echt onzin. Ja. We hadden het net over Groningen. Dat onderuit ging ah, bij uh, Vallen Maar wat Vallen aan het doen is, is natuurlijk wel knap. Die staan nu vier punten van de onderste plaats. Die waren. Toen Het WK begon, ik wil zeggen bij de winterstop, maar dat was heel vroeg in het seizoen. Mm hij -hmm. is al dood en begraven. En uh, Keeje, hij was al genoemd, die wordt voorgedragen als vicevoorzitter. Ja, dus Jan Smit, voorzitter, keeje al naar vicevoorzitter. Dus uh, even wachten tot de Raad van commissarissen daarmee instemt. Als, ja, de, als okay, de, die uh, had al een rol, toch? Een uh, functie of een, ja, een, een adviseursrol. Adv adviseursrol? Ja, 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 ja. oké. Okay. Ja, maar... Ja? bij die club blijft het nooit uh, rustig. Kijk, als Ikea er ook nog bij komt en Jan Smit en uh, Wim Jonk. en uh, Team Jonk en zo, dus uh, ja. ik denk dat dit een, een stuiptrekking was hoor voor Volendam. Die gaan er gewoon, uh, die vliegen er gewoon uit. Oké, okay. oké, okay. nou, dan er zijn ze maar, twee, uh, aan, maar aan te kijken alsof nee, Ik, weet uh, ik, nee, ik nee, wou echt, dus richting een ik, ik hoop het niet. Ik of Hemmer te denken. Ik ja. hoop het niet. Mensen vragen altijd van wat is jouw favoriete club. Ik stond als klein Jojoe uh, altijd ja? op het tribunebinnenste toch? Nee, bij Sri Lanka. Maar een Volendamse elftal leiden bij FC Lanka, Beggy Roeleveld. En die zei van: Jongens, tien over twee gaan wij weg. Ik hoef het eerste fluitje niet te horen. Ik geloof dat ik dat seizoen 23 keer in de eerste vijf minuten is gescoord. En we hebben ongeveer 23 doelpunten gemist. Oh ja, dus dat was Volendam. En waar stond jij als kind op de tribune? Als ik Ja bij ado stond ik op de tribune, ja. zonder dat ik fan was. Iedereen denkt dat wel, maar zonder dat ik fan was. Nee. Ben, ben je... ik stond altijd op de oosttribune, omdat die sigarenboer bij mij, die woonde vijf huizen verderop. Ja. Dat is sigarenboer een dikke. Jan Verzundet. En, uh, en die verkochten kaartjes van, uh, van ado. Dus daar kochten wij dan een kaartje en dan wilde Mike zeggen uh, op de fiets uh, op de fiets erheen en dan kwam weer terug en dan moest je het eerste stukje door het zuiderpark, maar. Ja. Aan, aan de oostkant, daar zat ook de tegenpartij. En aanvankelijk was dat nog niet zo erg, maar dat werd steeds erger. Dus als je dan Ajax, Feyenoord of Utrecht, nou en, je, en je reed daar op je fiets langs, dan wisten ze: dus, Oh, dat is geen supporter van Ajax, Feyenoord of Utrecht. <laughs> dan kreeg je klappen of de schatjes hier van de fiets af. Ja, toen al. En ja, dan moet je echt, je echt goed uitkijken. Nee, nee, daar ik daar is, daar kon zo dan. goed fietsen, ik was ja. zo snel man. Wat wil je laten worden? is <laughs> ja. voetbal van de Telegraaf meneer. Zulke <laughs> boterham, kinderkaars. <Ja>. Nou, <laughs> die boterham dat <laughs> zat natuurlijk goed. Ja. Nee, dat was hier gewoon Oh nee, zo van de bakker. Oh, ja. Wat was de slogan ook alweer? <laughs> ja, wat Driese maakt, dat smaakt. dat smaakt. Oh ja, dat was het ja. Maar bij Volendam was het mooie Daar kon je gewoon elke keer aanval Volendam staan, want daar kon je gewoon in de kust omlopen. Ja. Oh ja. 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 Mooie anekdotes, jongens. Roelof Hemmen zou zouden schitterend vinden. Um, Dat hij vindt al, het he? schitterend. Um, um, nou ja, ik vroeg me even, of is Meijlands echt zo goed? Gaat hij AZ beter maken als hij die, die transfer maakt vanaf Sparta? Nou, hij heeft wel een enorme ontwikkeling gemaakt de laatste uh, half jaar. Hè, sinds Henk Vrees weg is. Want Henk Vrees zag het niet zo in hem zitten. Die vond hem uh, ja, te, te ielig En uh, mee verdedigen. En uh, af en toe een beetje een slaapkop. Maar hij heeft er wel een enorme goede... Uh, ontwikkeling en het, het is wel een hele creatieve speler. Mm -hmm. Ik denk wel dat hij uh, dat die klaar is voor die stap om die, uh, om die te maken. Ja, misschien ja, is dat... het voor de supporters dan een keer een leuke discussie welke club nou groter is AZ of Feyenoord. Want Feyenoord wilde hem ook, maar die jongen kiest voor AZ en dat. Ja. Of Feyenoord en... heeft niet doorgepakt. Dat zou dan ook uh, kunnen. Nou ja, die wilde hem volgens mij wel heel serieus hebben. Alleen ja. AZ lijkt wat ik lees Feyenoord afgetroefd maar ja, als je dan ziet waar die jongens van Feyenoord terechtkomen uh, ja, uiteindelijk, natuurlijk dus ook in, uh, in vergelijking met AZ. Nee. Dus, en het is uh, een cirkel mooi rond als we AZ nou ja. noemen. Ja. De 5-5. Ja, nou, dat was het dan. de wedstrijd en, uh, van het seizoen. Onze vriend Bijlo. Die wil je... Ja. Nou, dat is mooi tot het einde bewaard. Ik was het strak vergeten. Ja. Bijlo, wat ga <laughs> je daarvan zeggen dan? Want die is helemaal viral gegaan met het ingooien ja. van die bal. Ja, ik begrijp niet alle commotie hierover. Waarom niet? Ja, omdat je dit gewoon heel vaak ziet. Ik zie het zelfs ballenjongens af en toe doen. Ja. Die een bal in het veld gooien. En het publiek doet het af en toe. En ja, spelers houden de bal soms vast. En dan lopen ze terug het veld in. Wat dat deed. Missie Jan zelf een keer. He, die de reactie van die Dat vond ik echt geweldig. Missie Jan. Kon je zo voorstellen. Die was gewoon echt boos. Ja. En die gooide die bal naar die ja. Bijlo. En die andere bal. Die, die, uh, die, die was vergeten. Bijlo. Maar. Uh, nou ja, dat, ik, ik begreep het niet zo helemaal. Ja, en zo eh, was het. Maar, natuurlijk. Maar ik ja, die discussie ook het dan. gebeurt heel vaak. Het gebeurt natuurlijk heel vaak, spelbederf. Ja, en dan, 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 dan vinden we het allemaal. Maar nu doet een keeper het en ja. ja, het was natuurlijk ja. wel een uitzonderlijke actie. dat die ja. keeper ja, inderdaad op die manier die bal in het veld gooit. Het was natuurlijk wel slim. Maar ik, ja. Ja, volgens mij staat daar een straf op en dat is een gele kaart. En die, en die, die heeft hij gehad, gehad. Dus ja. je vond de stelling slecht. Ja, maar ik ja. vond eigenlijk al je stellingen slecht. Nee, maar als je op dat moment. dan betekent het wel dat je erover nadenkt. Dus je bent er wel mee bezig. Ja. Dat is wel. Uh... De ikken. Nee, jij niet. Nee, nee, ik ben bezig, ik was nee, ik ben ja. bezig met die stellingen. maar ze komen er elke keer net niet lekker uit. Dat K is een beetje het Ik ken het per het altijd bij voetbal praat. Dan mag je zijn momentje van de week uitkiezen. Ik zat op het bankje uh, AZ Utrecht te kijken zaterdag. Ja. Want hij zat in het stadion. Maar één ding snap ik dan niet. Dan zit je bij een wedstrijd als publiek. De, nou, dat is toch wel de meest historische denk ik van de afgelopen 10, 15 jaar. Nou, Oké, oké. gewoon. heeft ook nog een keer 5-5 gehad. hier het over gespeeld tegen AZ, Met Groningen of zo. Nou, ja, dat, dat zou ik ook 4-4 werd dat. 4-4. Okay. Na competitie gewoon. Maar dan zit je als publiek zit je bij zo'n wedstrijd. Als fan. En dan ga je tien minuten voor tijd. Ga je naar huis. <laughs> ja, ja daar ben, dan dan ben je wel de file voor. Maar dan denk ik, ja. hoe kan het dat je dan. Dan ben je gewoon echt geen voetballiefhebber. Nee. Nou, je bent wel een voetballiefhebber, Mike. Want je bent alleen uh, anti uh, file rijden. Want als je daar bij die wedstrijden te laat weggaat, dan kom je gewoon niet meer weg als supporter. Nee, maar dan ga je toch een keer in de file staan als je bij zo'n zo, zo historische wedstrijd. Nou, ik ben gisteren, zo, heb ik ook, geloof ik uh, drie kwartier in de file gestaan voor dat uh, stadion van uh, Twente. Dan kom je in die flessenhals bij die brug. Ja, ah, dat ja, was een bekend. ja, bekende plek. Ja, dat was ja. de voorste auto. Ja. Maar goed, het was in ieder geval een uh, fantastische pot. 5-5. Ja, uh, Pavli, ja, ja, er zat iedereen te zeiken. En dat begrijp ik ook wel van de verdedigingen. Zeker die bij AZ. En uh, Jordi Klaas die gaat los. En uh, Pasco Jansen gaat los. Uiteindelijk gaat het betaald voetbal natuurlijk uh, om arrangement. En waar, waar blijven de mensen voor uh, zitten? Dat, dat is nou niet die van Mike, want Mike zal al heel ja. end, een hoop mensen weglopen. Maar voor dit soort wedstrijden, hier hoop je dat... Eigenlijk ga je naar het stadion om iedere week zo'n ja. wedstrijd te zien. Ja, ja het, was echt, het was echt geweldig. En ik, in die video zei ik ook van... Ik heb echt twee of drie keer naar het scorebord denk Hoeveel staat er nou eigenlijk? Want het vloog werkelijk alle kanten op. Ja, ja echt en, je geweldig. en je denkt op een gegeven moment... AZ ja, zal, twee, zal drie, hem nu twee, toch twee. wel pakken. Ja. Dat vond ik zo opvallend. Ja, bij die 5-4, daar ja. in die pakken. Ja. Ja. Omdat het ook zo ja. cruciaal is voor AZ om dan die overwinning ja. binnen te halen. Maar dat Utrecht toch uh, met de Doefikas natuurlijk. Uh, ja, en, keer, en, uh, en juffrouw jij van dus... de Streek. had ik nooit verwacht dat hij dat duel aan zou gaan met die verdediger en die keeper. En die keeper ja, ja. Al, dus uh, ja. Met gevaar voor eigen leven. Maar hij had het ervoor over. En dat leverde wel een punt op. Ja, ja. Het was echt, echt gegeven, geweldig. Echte. Nou mooi, dat was hem dan denk ik. Of je nog wat kwijt? Nee, ik zat wel te lachen op de bank. Volgens mij heb ik vrijdag in deze podcast geroepen dat ik AZ zo ontzettend goed vond tegen Go Ahead Eagles. Dat ze echt het heel erg moeilijk zouden maken. Ik zit de eerste tien minuten te kijken denk nou. Ja nou inderdaad, ja. Utrecht ging echt gewoon als een mes door de boot Maar in twee wedstrijden verspelen ze gewoon allemaal punten. Ja. Die toppen, Feyenoord wel Twente, AZ. Weet je welke competitie nog mooier is? Uh, nee. Er staan de eerste vijf. Duitse competitie. Drie punten. Ja, die is heel spannend. Ja, is echt heel spannend. spannend. Ja, ja, Oké, okay. nou ik zeg uh, tot vrijdag. En weer Gravenberg niet, hè? Nee. nee. Maar ik denk dat bij muziek kampioen. Ja? Oké. Okay. Zie je producer Marike ook terug uit de Guatemala. Hij heeft op de, op de vulkaan gedanst. Dus ik vind uh, oh, het. Dat slecht weer, hè? Heel of, van de, wie is dat nummer? In, van, uh, van de dijk. Oh, nee. uh, <laughs> Jongens, uh, tot uh, de volgende. Door. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.